ذكرنا أن قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى القضايا، تبعها بعد ذلك قضية الخلافة، إذ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد علموا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد بالأمر إلى أحد بعينه نصا يمكن بسبب ذلك العهد أن ينفض النزاع في الأمر. يعني قضية خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتوليته أو لم يوصي؟ هذا أمر يعني اتحدت فيه كلمة أهل السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك إشارة ولم يوصي وصية يعني صريحة. Overleveringen van de profeet Mohammed zijn zeer belangrijk binnen de islam. Deze overleveringen die wij moeten bestuderen bevestigen wie het leiderschap krijgt na de profeet Mohammed. Heeft de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een opvolger achtergelaten, ja of nee? De profeet Mohammed heeft in verschillende overleveringen vastgesteld wie de opvolger is. En het wordt tijd dat wij in de 21ste eeuw dit gaan bespreken, dit gaan vertellen. De profeet Mohammed heeft in drie belangrijke evenementen verteld wie zijn opvolger is. Het eerste evenement is het evenement van de bijeenkomst. Daarin heeft de profeet Mohammed meer dan 40 mensen uitgenodigd die bij hem kwamen eten. En na het eten zei de profeet, vroeg hij aan de mensen, o mensen, wie wilt mij in de religie steunen? Wie wilt mijn opvolger en mijn minister na mij zijn? Niemand van die grote stamhoofden wou de profeet helpen. Er was maar enkel één persoon die zijn hand opstiek. En dat was een man genaamd Ali ibn Abi Talib, het neefje van de profeet Mohammed. Op zeer jonge leeftijd, hij was de eerste die de profeet Mohammed heeft gesteund in de boodschap van de islam. Het tweede punt. In hoofdstuk 5, vers 55 in de edele Koran zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat de leider over de gelovigen is degene die neerbuigend aalmoes geven aan de armen. Dit vers is neergezonden overal weer Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Toen Ali ibn Abi Talib zijn ring gaf als een aalmoes, zei de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat Ali ibn Abi Talib de leider is over alle gelovigen en dat hij zijn opvolger is. En dit staat in verschillende boeken die geschreven zijn over de geschiedenis van de islam. Het derde punt, het evenement van Ghadir. Het meest belangrijke evenement in de geschiedenis van de islam. Op dag 18 van de Arabische maand Dhul al-Hijj in het jaar 10 na de hijra heeft de profeet Mohammed vastgesteld wie zijn opvolger is. Dit deed hij na zijn laatste bedevaart. Zo riep hij meer dan 100.000 metgezellen bijeen. Mannen, vrouwen, kinderen van verschillende rassen, van verschillende talen, van verschillende groeperingen, van verschillende stamhoofden. En de profeet zei toen, ik laat twee belangrijke dingen achter voor jullie. Het eerste is het boek van Allah en het tweede is mijn Ahlul Bayt. Ik herinner jullie aan mijn Ahlul Bayt, aan mijn verwanten. En vervolgens pakte de profeet de hand van Ali ibn Abi Talib en zei hij, Allah is mijn leider. En ik ben de leider over de gelovigen. Voor wie ik leider ben, is Ali leider. Het woord Shia betekent in de Arabische taal groep of groepering. Deze term werd gebruikt over de Shia van Ali, dus de volgelingen van Ali. Omdat de profeet Mohammed heeft vastgesteld dat Ali de opvolger is na hem over de islamitische gemeenschap, werd deze term gebruikt over de volgelingen van Ali ibn Abi Talib. En in verschillende geschiedenisboeken vinden wij het woord Shia dan ook terug. Zo zei de profeet, o Ali, jij en jouw Shia zijn de beste der creaties, der scheppelingen. Hoe komt het dat er verschillen zijn over de opvolging van de profeet Mohammed?